Welkom bij Autisme TV. Mijn naam is David Hiemstra, ik ben gespreksleider vanavond. En aan tafel hebben we twee gasten. En dat is allereerst Siska Aerts, kinder- en jeugdpsychiater, aan mijn rechterzijde. Welkom. En aan de andere zijde Joost Jan, ik zei het net verkeerd, Jan Joost. Joost Jan Stolker, ook psychiater. En beide zijn werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis. Ja, ik stel voor dat we eerst even beginnen met een introductie. We hebben afgesproken overigens dat we elkaar tutoyeren, dus Siska, zou jij willen beginnen? Ja, ik ben kinderjeugdpsychiater, psychotherapeut en heb de afgelopen 21 jaar bij het Dr. Leo Kannerhuis gewerkt en heb onlangs afscheid genomen in verband met mijn pensioen. Maar ik vind het erg leuk om vanavond met Joost-Jan van gedachten te wisselen over een aantal thema's die ons denk ik zeer te harte gaan als het gaat over de zorg voor mensen met autisme. Ja. Nou, dezelfde vraag aan jou. Ja, ik ben sinds 17 jaar psychiater. Ik heb vooral gewerkt met jongeren met gedragsproblemen. Ik werk nu sinds ongeveer 2 jaar bij het Leo Kannerhuis. Eerst op een klinische afdeling voor jongeren en sinds een half jaar op de crisisafdeling. Ook voor jongeren. Oké. De uitzending van vanavond is opgebouwd op basis van een thema, een stelling. Nou, een thema moet ik eigenlijk zeggen. En dat is de vraag, hoe kom je met de patiënt in gesprek? En daarachter zit eigenlijk ook de vraag, hoe bied je vervolgens perspectief? Nou, dat gaan we doen aan de hand van 3 stellingen. Dus pak een beetje 10 minuten per stelling. En u kunt dus reageren op die stelling. En dan gaan wij proberen daar iets mee te doen in de discussie. Nou, wat zijn die 3 stellingen? Ik zal ze even voorzetten. Dat is perspectief bieden is de essentie van goede hulpverlening. En stelling 2 is, goed contact maken met iemand met autisme is moeilijk. En stelling 3 is, contact met een psychiater of behandelcoördinator is stressvol. Nou, dat zijn onze 3 stellingen. Maar ik stel voor dat we naar de eerste stelling gaan. En dat is, perspectief bieden is de essentie van goede hulpverlening. Ja, ik begin met jou, Siska, want dat is een beetje jouw stokpaardje. Ja, ja. Kun je dat toelichten? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Het was ook het thema van mijn afscheidssymposium. Ik heb wel van de kunstenaar die een beeld heeft gemaakt over dat perspectief gehoord, dat hij vindt dat het perspectief een moeilijk woord is. Nou, geloof ik dat ik dat achteraf ook vind. Maar desalniettemin, ik weet nog geen beter. Maar ik denk als je mensen die bij jou komen een probleem hebben, want daarom komen ze toch bij je, dat het erom gaat dat, nou, nog niet eens per se dat je het probleem oplost, maar dat ze het gevoel hebben dat er iets aan gedaan kan worden. Of dat je er ondanks dat probleem toch verder komt in het leven. En dat is eigenlijk wat ik dan noem een perspectief bieden. Mm-hmm. Dat je niet verlamd raakt door dat probleem. Maar is dat eigenlijk ook niet een logische, dat je dat doet als hulpverlener? Nou, ja. Van de ene kant zou je zeggen van wel, want daarom komen de mensen natuurlijk bij je. Omdat ze hopen dat jij er iets meer aan kan doen dan wat ze zelf gedaan hebben. Maar van de andere kant merk ik ook heel vaak dat als mensen met een probleem komen, dat de hulpverlening zegt, nou, dit is er aan de hand. En dan houdt het op. Nou. We vullen het een beetje in eigenlijk. Nou ja, dan zeggen we misschien op een andere manier nog een keer wat er aan de hand is, maar dan is er te weinig tijd of te weinig activiteit, mm-hmm, om actief aan zo'n probleem te werken. Mm-hmm. Of mensen krijgen uitleg over wat ze hebben, in dit geval heel erg over autisme. Hè? Dan krijg je psycho-educatie, heet dat. En dan is de bedoeling dat als je maar weet wat je hebt, dat het dan voor een deel al opgelost is. Ja. En dat is vaak niet. Ja, je zegt misschien ook wel iets. Nou ja, ja. Ik denk dat Siska ook misschien ook wel iets zegt over dat vooruitkomen in je leven of weer verder komen ook vooral te maken heeft met de mogelijkheden die je hebt. En dat je daar ook als hulpverlening een rol in hebt. Hè? Ja. Vanuit dat perspectief ook. Of dat perspectief ook aan te brengen. Denk ik, mensen zijn natuurlijk vaak. En zeker ook jongeren. Die vinden het natuurlijk ook heel vervelend om te praten over wat je niet kan. Ik denk dat het heel belangrijk is om als hulpverlener ook vooral
aan de praat te raken wat er dan wel mogelijk is. Ja, met soms beperkingen. Ja. Doe zo eerlijk moet je ook zijn, maar dat is wel belangrijk. Maar is perspectief dan eigenlijk hetzelfde als doelen stellen? Want ik hoor ook wel dat... Nou, ik vind in mijn oog gaat perspectief verder dan doelen stellen. Perspectief, en het is ook... Perspectief gaat ook heel erg over wat je zelf kwaliteit van leven vindt, denk ik, als mens. Daar heb je ook, iedereen heeft daar zijn eigen opvattingen over. Ik denk dat het heel belangrijk is om het eigen perspectief van degene die tegenover je zit, mm-hmm, mee te nemen in de hulp die je kan bieden. Ja. En ook in de onderhandeling over wat voor doelen je gaat stellen met elkaar en hoe het behandelprogramma eruit moet gaan inzetten. Zijn dat dan doelen op korte termijn of lange termijn? Ik hoorde dit jaar bij het voorjaarscongres, toen werd er gezegd van als je met mensen aan hun problemen werkt, hè, mm-hmm, dan begin je vaak wel met doelen stellen, want dat lijkt me ook heel verstandig, ja, hè, dat je zegt van ik zou dit of dat willen bereiken. Maar wat er dan uiteindelijk gebeurt als je in beweging komt, als je zeg maar op weg gaat om zo'n doel te bereiken, dat het helemaal niet betekent dat je bij het doel moet bereikt hebben, omdat je tevreden kunt zijn. Ja. Dus de tevredenheid, en dat is tegenwoordig denk ik heel vaak wel zo, dat we vinden, het doel is bereikt, dus tevreden. Nee, vaak ben je al eerder tevreden. Of ben je op een ander moment tevreden, ook al heb je het doel niet bereikt. Ja, dat moet geen ultiem doel zijn. Nee, precies. Ja. Nee, de beweging is denk ik belangrijk. Ja, beweging, verandering. Ja. Ja. Voor ieder mens is dat natuurlijk ook en in hoeverre goed om te ervaren. Ja. De rol die je daarin speelt, ik kan me voorstellen dat een cliënt, als hij zijn eigen doelen stelt, daar nog meer in gemotiveerd is. Zeker. Dan, hoe ligt dat zeker dan in de praktijk? Is dat makkelijk of moeilijk? Laat ik zo zeggen, ik denk dat het heel belangrijk is om dat als uitgangspunt te nemen. Ik denk dat het ook soms heel moeilijk kan zijn. Voor jezelf doelen stellen. Zeker ook als je bij een hulpverlener bent. En ook op een moment in je leven waarop je die hulpverlener nodig hebt. Hè, dat is niet voor niks. Kan heel ingewikkeld zijn. Ik denk dat het wel een belangrijke taak van degene bij wie je zit, de hulpverlener, is om jou te helpen ook om die doelen te stellen. Ja. Want het gaat ook heel erg over motivatie. Als jij mij een doel stelt, ben ik veel minder gemotiveerd om daar iets mee te doen. Precies. Dan dat het toch voor mezelf is. Dan kan je daar beter wat meer tijd voor gebruiken. Ja. De rest van het traject gaat dan sneller. Ja, maar dan kan ik me ook nog wel voorstellen, jij werkt op een crisisafdeling. Ja. Dat het daar weer anders werkt dan zeg maar in de gewone reguliere diagnostiek. Ja. Ik denk, kijk, als je zegt, je hebt een depressie, hè? Ik kom bij de dokter en ik voel me heel erg depressief. Dan denkt die dokter, wat kan ik daar aan doen? Zorgen dat je minder depressief bent. Bij autisme denk ik dat die vragen gewoon anders zijn. Dan heb je niet... je kunt zeggen, ik heb autisme, maar daar heb ik eigenlijk geen doel voor. Nee. Hè? Ik kan niet zeggen, dat los ik wel even op. Dus je komt altijd op andere terreinen terecht waar je doelen stelt. Ja, zeg maar. Zijn dan... Wonen, je wilt anders wonen. Ja, precies. Of je wilt... andere relatie of een relatie. Of een vriend. Ja, sommige mensen zijn veel jonger die ik ontmoet, die zouden heel fijn vinden als ze wat vrienden zouden hebben. Ja. Dan vind ik het heel lastig om die te maken. Weet ook soms niet helemaal goed wat dat dan inhoudt bijvoorbeeld. Ja. En als je iets leuks doet met iemand, dat het eigenlijk prima is. Hè. Je hoeft ook niet altijd te praten. Nee. Dus dat zijn wel belangrijke dingen om met elkaar te onderzoeken, denk ik. Dat is ook perspectief bieden? Ja, vind ik wel. Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk, ik zat ook te denken net van perspectief bieden gaat ook over hoop, denk ik, en hoop bieden. Ja, en ik denk dat dat wel een heel essentieel onderdeel is. En het gaat ook over de realiteit. Het gaat niet over hoop in de zin van... Nee, het moet wel realistisch zijn. Nee, zeker. Precies. Hè? Ja. En ook wel, ik heb er nog wel over zitten denken, want... Ja, 10 jaar geleden, geloof ik, of 15 jaar geleden, dan was er een van de eerste zinnen die we zeiden was... Ja, als je autisme hebt, dan gaat het niet meer over. Nou, dat vind ik... Is niet echt een leuke was start. Toch wel, achteraf denk ik, dat hebben we toch echt niet goed gedaan, weet je? Maar dat was ook bij andere aandoeningen zo. Ja. Heel erg pessimistisch beginnen.
Ja, wij krijgen ondertussen gewoon de reacties van u als kijker door van de redactie. Maar we hebben onze tweede stelling inmiddels voorstaan. En die tweede stelling is: goed contact maken met iemand met autisme is moeilijk. Nou, je maakte die brug net eigenlijk al. Goed contact is ook belangrijk om uiteindelijk wat perspectief te kunnen bieden. Maar wat is dan dat goede contact? Ik begin met jou, Joost-Jan. Nou, ik denk dat dit een heel goede stelling is, met name ook omdat dat het aangeeft. En jij zei er net al iets over dat voordat je het over allerlei dingen kan hebben met elkaar, het wel belangrijk is om te kijken hoe je aansluiting vindt bij elkaar. Ik vind dat zelf altijd wel, contact vind ik dan ook nog best wel een ingewikkeld woord, maar hoe je aansluiting kan vinden, zodat je het gevoel hebt dat je elkaar kan begrijpen. Ja. Zeg maar zo. En nou ja, het is natuurlijk een van de belangrijke symptomen van autisme. Moeite met contact maken. Ja. Dus ik denk dat hulpverleners die te maken hebben met patiënten met autisme extra uitgedaagd worden om te kijken hoe ze die aansluiting kunnen vinden op de patiënt met autisme. Hoe gaat jou en dat vind ik zelf ook, nou ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook het leuke van dit werk. Ja, hoe mij dat in het algemeen afgaat. Laat ik zo zeggen, ik vind het belangrijk om te zoeken naar manieren om dat contact te vinden of om die aansluiting te vinden. En wat mij betreft kan dat ook op allerlei manieren zijn die niet heel conventioneel zijn. Hè? Dus, nou, ik zat in de auto hier naartoe nog na te denken over een jongen die, als je met hem aan tafel zit, is het een heel ingewikkeld gesprek. Hij vindt elke keer wat anders. Je komt heel moeilijk tot een soort basisovereenkomst om dat gesprek aan te gaan, zou ik maar zeggen. Hè? Dus dat je, ook qua onderwerpen. En als hij zo langs mijn kamer loopt en de deur staat open, hij is opgenomen op de crisisafdeling, dan is het heel makkelijk om een grapjes te maken. Zeg maar. En daar is hij heel flexibel in. En vindt hij het leuk om met mij te spotten en ik vind het leuk om een beetje met hem te spotten. En laatst liep ik ook met hem mee en op zijn kamer heeft hij ook wat gewichten en hij vindt het belangrijk om fit te blijven en een matje. Dus toen zijn we daarover toevallig eigenlijk wat in gesprek geraakt. Ik heb op dat matje gelegen, ook om eens te kijken wat hij nou deed met die gewichten en zo. Ja, dat is ontzettend leuk. En dan heb je er samen heel veel plezier in. Dan hoeft er wat mij betreft ook even niet veel meer. Nee. Maar in mijn ogen is dat wel een moment geweest waarin we samen elkaar een beetje hebben leren kennen. Wat ook weer de basis is om het over iets ingewikkelder dingen te kunnen hebben. Heb jij ook dit soort momenten gehad in je praktijk? Ja, nou, ik vind het ook altijd wel zoeken. Ik vind het ook altijd wel... Ja, een uitdaging klinkt dan zo, maar het is altijd zoeken naar hoe maak je dat contact. En voor mij is een manier, maar dan gaat het eigenlijk vaak over langdurige contacten, zeg maar dat ik dan visualisaties doe, waardoor ik dan op een andere manier... Met tekenen, maar ook dat mensen via visualisaties iets laten... zien van wat ze, mensen tekenen of plaatje, even plaatje. Ja, precies. Ja. En dat je daar dan met elkaar verder over praat. Maar ja, kijk, we zitten natuurlijk voor een deel, gebonden aan die spreekkamer. Daar kunnen we ook niet zo heel veel aan doen, dat is de andere kant. En nog een manier vind ik ook dat het soms helpt als je met meer mensen bent. Dat is net als wanneer je met je kinderen aan tafel zit. Hè? Dan zeg je van, hoe was het op school? Dan zeggen ze, oh goed. En als hun vriendje ook aan tafel zit, dan vertellen ze ineens veel meer. Hè? Ja. Dus zo denk ik ook wel eens van, zou je dat met andere, met mensen met autisme ook kunnen doen? Ja? Nou ja, ik heb dan vooral ervaring op een afdeling, zeg maar. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt, omdat... Ik ga heel regelmatig, loop ik langs en... als er koffie wordt gedronken en dan ga ik gewoon gezellig op de bank zitten. Ik hou ook zelf erg van gezelligheid, zeg maar, dat zit mee. En dan raak je heel makkelijk over dingen aan de praat en dat klopt, dan reageren allerlei mensen. Is het ook wat minder bedreigend soms contact, hè, want er zitten veel meer mensen. En dan zeg je ook weer makkelijker van, loop even met me mee, dan we moeten nog even over je pillen hebben, bijvoorbeeld. Dat vind ik echt een heel ander soort ingang. Ja. Ik kijk ondertussen ook naar de reacties die binnengekomen zijn. Hier staat op mijn briefje. Persoonlijk vind ik hulpverlening op afstand, vanuit kantoor dus, zinloos, zegt iemand. Nou ja, ik weet niet precies hoe de
degene die gereageerd dit bedoelt. Ik dacht nog wel, kijk, tegenwoordig werken we toch wel veel met mailcontact en met... En dat werkt voor heel veel mensen juist weer heel goed. WhatsApp, eventjes. WhatsApp, zeker. Ja, ik vind het een heel leuke manier om even contact te hebben met iemand. Even laten zien dat je er bent. Of als bijvoorbeeld iemand gestart is met medicatie dan soms of zo. Dat je even een dag laat van, god, weet je wel, is goed gegaan. Of laat me weten als je vervelende bijwerkingen hebt. Of zo, het is heel makkelijk en simpel. Maar zo'n WhatsApp staat wel 24 uur per dag open, hè? Ja, nou, je moet daar wel enige grenzen in hebben, denk ik. Ja, ja. Maar ik moet eens zeggen, ik heb helemaal geen ervaring dat mensen... Ik heb helemaal niet de ervaring dat ik mensen moet uitleggen wanneer ze wel of niet kunnen WhatsAppen en zo. En eigenlijk houden mensen zich eigenlijk altijd wel... Ze zijn eigenlijk vaak eerder bezorgd over mij, zeg maar, of ze dan wel iets kunnen... Of ze me wel kunnen bellen of WhatsAppen. Ja. Zeg maar, dat heel erg veel gaan WhatsAppen of op tijden dat niet kan, zeg maar. Het valt wel reuze mee. Ja, ik WhatsApp niet. Dat gaat echt nog wel een keer gebeuren, geloof ik. Dat denk maar, ik ook. Zeg maar, de laatste 2 jaar ben ik met Qli begonnen. Ja. Nou, natuurlijk ook met de nodige reserve. Maar eigenlijk vind ik het toch wel heel erg leuk. Ja? Dat, dat je gewoon, zeg maar, mailt. Ja, misschien Qli is een omgeving waarop je moet inloggen. En waarin je dus het contact met cliënten en met ouders en betrokkenen kunt onderhouden. Hè? Ja. Dat en ik denk dat ik daar nog lang niet alles van gebruikt heb. Maar... Het idee om dat zo te doen en om je registraties te hebben en zo, dat vond ik toch wel, ik vond het toch wel leuk. Nou ja, het is wel een ding, hè? Ik bedoel, al die nieuwe media die eraan komen, al die devices, smartphone en de tablet. Zeker. En ik heb ook wel patiënten die vinden het fijnst als ik ze mail over een afspraak. Ja. Zeg maar ook die opgenomen zijn en dus een paar meter op afstand zitten, zeg maar. En dat snap ik ook wel. Je kan er even over nadenken wat je reactie is, bijvoorbeeld. Ja. Ja, de derde stelling van vanavond, en dat is tegelijkertijd alweer de laatste stelling, dat is deze. Contact met een psychiater of behandelcoördinator is stressvol. We draaien hem even om. Ja, ik begin te lachen. Ja. En dat komt omdat ik zit te denken, waarom begin ik dan zo te lachen? Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Dat is eigenlijk zo. Ik denk dat, dat geldt niet alleen voor mensen met autisme, dat geldt denk ik voor heel veel mensen als je naar... Ik ben ook altijd een beetje zenuwachtig als ik naar de huisarts ga. Dat is eigenlijk, ik denk wat raar eigenlijk, maar daar ben ik altijd wel zenuwachtig voor. Omdat je toch misschien ook even in een andere soort wereld stapt. En je wordt een beetje, niet letterlijk, maar een beetje uitgekleed. Hè. Je moet dingen vertellen die je toch, zeker met een psychiater of met behandelcoördinator, vaak een psycholoog, die je niet te pas en te onpas zegt. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen, dat spanningsverhogend is. Maar ben je daar ook wel altijd van bewust, dat het voor die ander misschien wel heel stressvol is dat hij een beetje aan tafel zit? Nou... Ja, dat probeer je denk ik toch wel. Tenminste, ik denk het wel. Ik denk dat het gaat over dat je degene die bij jou komt, dat je daar probeert ruimte aan te geven. Dat je daar met respect behandelt. Op zijn gemak stellen. Ja, allemaal dat soort dingen. Dat is, vind ik wel extra belangrijk. Ja. En het is niet alleen voor patiënten, ook collega's, of laat ik zo zeggen, maatschappelijk werken vinden, groepsleiding vinden het ook soms spannend. Spannend. Ja. Psychiaters, dat is... Maar is dan die spreekkamer wel zo'n leuke, gezellige setting? Maar het gaat niet alleen over de spreekkamer, denk ik. Het is prima om het daarover te hebben, want het is toch soms niet zo'n leuke setting om contact te hebben, denk ik. Maar mensen dichten ook wel, psychiaters, ook wel psychologen, ook van alles toe. Zeg maar, wat dan heel gespannen maakt. En tegen mij zeggen ze, goh, uiteindelijk ben je ook maar heel gewoon iemand. Dan zeg ik, dat is ook zo, maar het is eigenlijk raar dat je dacht dat het anders was. Hè? Ja. Zeg maar, dus, nou ja. En daar gebeurt dan iets mee en dat is dan, dat kennen we ook allemaal wel, denk ik. Terwijl als mensen dan gewoon met je aan de praat, of als je gewoon aan de praat raakt, dan hopelijk blijkt dan dat je ook net zo gewoon bent als heel veel andere mensen. Ja. En dat je ook gewoon vragen kan stellen en niet met je eens hoeft te zijn, dat soort zaken. Ja. Nou ja, ik zit ook een beetje te denken, waarom is dat zo? Kijk, je gaat naar een psychiater. Ik weet niet of het zo is, hè? Dat is een stelling, je mag het ermee oneens zijn. Nou ja, maar ik denk wel dat veel mensen dat zo vinden. Je gaat naar een psychiater omdat je een probleem hebt, maar tegelijkertijd gaat het over een probleem van jou. Hè? En dat
Ja, daar wil je over hebben, maar je wilt er ook helemaal niet over hebben. Dat is natuurlijk ook een soort stress. Hè? Ja. En je weet ook niet goed hoe je het erover moet hebben misschien. Hè? Ook niet. Of wat er dan uitkomt. Of dat je raar gaat vinden of zo. Ja. Hè? Dat is ook een soort angst natuurlijk soms. Ja. Dus, En dat levert stress op, maar stress blokkeert, zeg je toch altijd. Want je moet vooral geen stress hebben, want daar ontstaat... Stress geeft ook nieuwe impulsen. Of stress is niet alleen maar verkeerd, hè? Ja. Dat zet je ook aan tot dingen. Zoals bijvoorbeeld dat je, als je heel veel stress hebt door de problemen die je hebt, dat je inderdaad een hulpverlener gaat opzoeken. Ja. Natuurlijk. Maar ik denk, toen jij zei van ja, ik realiseer me dat wel, dacht ik even van ja, doe ik dat nog wel steeds voldoende? Hè, dat is wel belangrijk. Soms zijn mensen, die zien er gewoon zenuwachtig uit, dus dan reageer je op en dan probeer ik iets uit te leggen en wat gerust te stellen. Maar het is wel inderdaad, het is ook belangrijk als je... het is belangrijk om je altijd te blijven realiseren, denk ik. Dat voor mensen een uitzonderlijke situatie ook is. Ja. En we hebben ook hier weer zin reacties binnengekregen. Ik wilde nog even terugkomen op de reacties die we ook via de mail hebben gehad. Is het lastig om... Want aan de ene kant moet je professioneel afstand bewaren. En aan de andere kant moet je nabijheid zoeken om de relatie op te bouwen. Hoe is het lastig om daarmee... Ja, ik vind niet dat je per se afstand moet bewaren. Ik vind zelf het woord professionele nabijheid wel een mooie. Ik denk dat heel veel contact plaatsvindt vanuit nabijheid. En ik heb ook wel heel regelmatig meegemaakt en ook terecht dat mensen ook graag iets van mij willen weten. En als ik dan later, dan vertel ik ook wel wat dingen over mezelf. Ja, ja hoor. Als ik later wel daar nog eens een keertje op terugkijken of zo, zeggen mensen, ja, maar ik vind het ook belangrijk om te weten wie jij bent, want ik kom natuurlijk wel met van alles nog wat over mezelf. Ja. En aan mij is het, zeg maar, om dingen te vertellen en daar grenzen in te hebben. Wat vragen ze dan bijvoorbeeld? Nou, sowieso is leeftijd natuurlijk altijd een ding. Of ik getrouwd ben, kinderen, dat soort zaken. Ja. Ik vind het ook prima, tot een bepaalde hoogte. Die wat mij betreft gaat over mijn persoonlijke grens, zeg maar, om daar ook op te antwoorden. Ja, ja. En nogmaals, vind ik ook wel logisch dat je een beetje wil weten wie er nou eigenlijk tegenover je zit. Ja, ja. En herken je dat? Ja, nou, toen ik inderdaad 21 jaar geleden in het Leo Kannenhuis kwam en toen, ik was psychoanalytisch opgevoed. En toen kwam ik van een jongen tegen en die vroeg van waar woon je, ben je getrouwd, enzovoort. En toen dacht ik, nou nee, dat gaan we allemaal niet vertellen. En ik denk steeds meer dat je inderdaad, wat jij ook zegt, dat je de dingen kunt vertellen. Met name bij mensen met autisme vertel ik vaak gewone dingen uit het leven. Ja, ja, zeker. Omdat... heel veel mensen met autisme hebben, vind ik, een ervaringsachterstand voor het gewone leven. En hoe meer je hen, ik denk wel eens, wij moeten hun psycho-educatie geven over het gewone leven. Wat gewoon is, in plaats van, nou, dat we uitleggen wat, ja, jij begint... Ik vind het een leuk idee. Ja. Nee, maar want ik vind het een heel leuk idee, omdat dat... Nou ja, tegen mensen zeggen dat ik ga jou nu uitleggen wat je beperkingen zijn en weet je wat. Ja, dat wil je toch niet horen? Nee. Eigenlijk. En ik herken het ook heel erg dat mensen hebben soms allerlei ideeën over hoe snel de hulpverlener dan, of ik dan aan een partner ben gekomen, of van alles en nog wat of zo. Nee, ja. Dat ik zo. Ja, en dat is ook allemaal echt niet zo makkelijk in het leven. Hè? Dat is op zich wel. Is daar te weinig aandacht voor dan? Ja, vind ik. Ja, zonder meer vind ik dat, dat waar. Ja, ja. 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 Hoe doe jij dat je te weinig ingaat op de vraag van hoe jij dat doet. Ja. Dat ziet als een privévraag, maar eigenlijk is het een poging om inzicht te krijgen in het leven. Nou, dat vind ik ook wel een goede... Daar gaat het over. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En ik denk dat we ons dat veel te weinig realiseren. Ja. Want wanneer komen mensen met een hulpvraag? Ook volwassenen met een met autisme komen met een hulpvraag, maar ook adolescenten. En die hebben dan vaak niet geleerd om op 4 of 5 of 8-jarige leeftijd met anderen... leeftijdgenootjes af te stemmen of uit te wisselen of noem maar op. Nou, of liefdesverdriet te bespreken. Hè? Nou, en dan kunnen ze dat wel met de psychiater bespreken. Maar ja, dat is natuurlijk toch oudere dame of een oudere heer. En wat je hen uitlegt is dan eigenlijk niet zozeer wat je ervan vindt, maar veel meer hoe dat over het algemeen gaat. Ja. En volgens mij is dat echt een...
Nou, ja. Nog ja. Een veld wat, ik weet nog niet precies hoe hoor. Meer opgepakt moet worden. Ja. Ja. Nou, ook denk ik wat in een gezin gebeurt met kinderen. Dat ouders hebben daar een rol in natuurlijk. Ja. En dat gaat over allerlei ervaringen die kinderen doen. En als je daar als ouders een bepaalde openheid in kan betrachten, is denk ik heel leerzaam voor kinderen. Ja. Ik heb hier nog een opmerking die ik ook nog even graag voor wil leggen. Hulpverleners, in het algemeen, zouden meer gescreend moeten worden op het talent om contact te maken. Nou, het is wel zo dat ik denk het werken met mensen met autisme, daar hebben mensen of, ja, ik zou bijna zeggen, zin in of een soort affiniteit mee, of niet. Hm. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor schizofrenie of andere ziektes. Maar ja, ik denk wel, het moet je een beetje liggen. Het houdt je gezond, het is heel, mensen zijn vaak heel direct, open. Ja. Dus, ja, zeker. Ja. Dan moet je tegen kunnen en moet je leuk vinden. Ja, precies. Ja. Ik heb hier nog een andere opmerking. Stress hangt af van de hulpverlener. Geef ze controle op het gesprek, dan is de stress weg. Ja. Geef ze dus aan de patiënt waarschijnlijk. Nou, ik vind het wel een heel mooi tip. Voor deel is dat zo, ja. Ja. Het is belangrijk om ook te benadrukken dat uiteindelijk heb je als patiënt het gesprek ook in de hand. Er gebeurt er niks wat jij niet wil en wat je niet wil zeggen, zeg je niet. Ik bedoel, en dat helpt ook soms. Ik maak dat soms ook heel expliciet. Ja. Oh ja, ik zeg ook wel altijd wat ik een beetje wil, zeg maar. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar over Het moet toch een soort gezamenlijk iets. Ja, zeker. Heb ik nog even een laatste, want we zijn eigenlijk wel bijna aan het eind van onze uitzending gekomen. En dat gaat nog even over taal, contact maken met een psychiater. Ja, jargon, hè? Dat proberen jullie natuurlijk al zoveel mogelijk te vermijden, neem ik aan. Om met elkaar te levelen, hoe belangrijk is dan taal? Ja, heel belangrijk, denk ik. En hoe ver gaat dat? Ja, laat ik zo zeggen, ik denk, het is ook heel erg moeilijk om vaktaal te vermijden. Hè? Want soms zeg je toch dingen of zo, waarvan je dan achteraf denkt, god, dat is eigenlijk best ingewikkeld. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk om op een hele concrete, niet te ingewikkelde manier met voorbeelden dingen uit te kunnen leggen. Dat is iets anders dan dat je de taal van iemand anders overneemt, denk ik. Want daar hadden we het ook al eerder over. Hè? Soms gebruiken cliënten straattaal en moet je dat dan ook doen? Ik denk van niet. Ik denk dat om het woord maar weer eens te gebruiken, authenticiteit veel belangrijker is dan dat je dezelfde woorden gaat gebruiken als een patiënt. Ja, ik denk, kijk, net zo goed als dat je met babytjes kunt praten en met kleuters. En dat doe je natuurlijk door af te stemmen. Ja. Nou, doe je dat met adolescenten ook. Ja. Hè? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee je eigen taal verlaat, zeg maar. Hè? Nee, dat niet. Nee. Hè? Maar je stemt wel af. Ja. Ja, authenticiteit vind ik wel een mooi begrip. Ja. Maar ik denk wel van dat veel hulpverleners wel heel erg ingewikkeld praten. Ja? Dat denk ik ook wel. Met ook bijzinnen en van alles en nog wat. Dat ik denk dat het heel belangrijk is om daar wel veel aandacht voor te hebben. Ja. Nou, dat is ook misschien tegelijkertijd een mooie afsluiting van deze uitzending. Want we zijn alweer ruim over tijd, volgens mij. Wat is de conclusie van deze uitzending? Ik heb een paar dingen die ik wel nog even wil herhalen. Dat laatste was misschien wel een aardige. Dat we iets meer aandacht moeten hebben voor niet zo ingewikkeld moeten praten. Ja, maar toch onze aandacht en bewust moeten zijn van de taal die we gebruiken. Ik hoorde ook jou zeggen dat we best ook meer aandacht mogen hebben, althans jullie, voor de normaal functionerende mens. Dus vertel ook iets over jezelf, hoe het werkt. Ja. En dat is misschien een mooie spiegel ook voor een ander. Zeker. Daar is ook te weinig aandacht voor. Nou, en zo zijn er nog meer mooie opmerkingen gemaakt vanavond, die u zeker ook via de chat nog eens terug kunt zien. Want ik ben ook heel nieuwsgierig naar alle reacties die binnengekomen zijn. Helaas hebben we er maar een aantal van kunnen behandelen. Ik heb hier nog een aantal briefjes liggen die nog eigenlijk aan bod hadden moeten komen. Maar we gaan kijken hoe we daar dan nog op reageren. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Jullie bedankt voor de aanwezigheid en voor het gesprek vanavond. Ja. We nodigen u graag uit voor een volgende webinar, want over een maand is het alweer zover. En voor u ook bedankt en nog een prettige avond.